Het is vandaag zo warm. Laten we naar de woestijn gaan. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zeepi, Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben wij de Shadow Temple, geloof ik, gedaan. En heb ik jullie beloofd dat we naar de woestijn zouden gaan. Ik weet dat er nog een sidequest van die flesjes te doen is, maar daar heb ik echt absoluut geen zin in. Die doe ik pas echt als we alle tempels gedaan hebben. Geloof me, die side missie die is zo tedious en vervelend. Maar ja, ik laat hem jullie sowieso zien, mochten jullie voor alle flessen willen gaan. Dus ja, dat doen we dan natuurlijk op het moment dat we daar aan toe komen. Ik bedoel, mocht je zoiets hebben van ik wilde wel 4 flessen hebben, dan ja, sorry. Ik zou niet weten waarom, als ik er eigenlijk aan terugdenk. Zover dat ik nu bezig ben. Volgens mij heb ik nog geen 1 flesje gebruikt. Ik bedoel, ja, we hebben een keer een flesje gebruikt voor Golden Scotula. Of we hebben een flesje gebruikt voor Blue Flames. Of voor een visje, omdat dat in de storyline nodig was. Of we hebben een flesje moeten gebruiken voor... Ach, wat was dat dan ook alweer? Ja, we hebben melk gehad, maar ja, dat krijg je automatisch om dat flesje te krijgen. Ik ga de verkeerde kant op. Volgens mij hebben we niet echt veel aan flesjes gehad. Ik bedoel, als jullie op hebben gelet, de main tijd van... Kijk, hier hebben we zo'n gek spook. Ik ga hem nog niet eens vangen. Die moet je eigenlijk dus neerschieten. En als je die neerschiet en vangt, dan moet je de 10 van vangen. En dan krijg je die empty bottle. Het is heel erg toevallig dat we er nou eentje tegenkomen. De locaties zijn nogal een beetje verspreid over Hyrule Field. En kan nogal behoorlijk vervelend zijn. Ik zeg gewoon gelijk, het is een hele vervelende sidequest. Geef je de 4e bottle. Maar daar komen we wel op het moment dat we daarvoor komen. Zoals ik al jullie zei, het is vandaag een behoorlijke warme dag. Met het weer van Zelda Play 20. Welkom terug met mijn weer. Hi. Nee, maar het is vandaag een behoorlijk warme dag. Dus eigenlijk was het wel toepasselijk om die grap te maken over de woestijn. Ik denk waarom ook niet. En ondertussen zijn we er. En ik had geen zin om zo'n walk in the park eigenlijk te gaan wegknippen. Dus dacht ik bij mijn eigen, laten we het er maar in zitten. En laten we eventjes onzin verhaal er gaan vertellen over zo'n lege fles. Waar we dus eigenlijk zeg maar allemaal niet op zitten te wachten. Nou, we willen weer over die brug heen springen. En iemand had gevraagd of ik naar de carpenter nog een keer toe wil gaan vanwege zijn rare kop. Dus, ik weet, die heeft hier een rare kop. Moet je dan omdraaien of zo? Oh, die draai die maakt. Ik bedoel, hij maakt zo'n rare draai met zijn hoofd. En. Hier, gewoon. Oké, sorry. Sorry, headphone users. I am a master craftsman of Gerudo Thieves. They broke the bridge. I want to fix it, but all of my workers are gone. They said working as carpenters isn't cool, and they want to guard a fortress to become thieves. Hey you, if you're going to the fortress, would you mind finding out what their workers are doing over there? Waarschijnlijk zijn ze daar de wc aan het gebruiken, weet ik veel. Goed, ik wil dit interessant gaan maken. Wat we gaan doen is, als we daar naar binnen toe gaan, dan komen we dus zeg maar bij de Gerudo Fortress uit. En daar begint eigenlijk zeg maar tot we stealth moeten wezen. En met stealthwezen bedoel ik dus dat we niet gezien mogen worden. Nou, hier wil ik een challenge van maken. En dan ben ik, of we het nou halen of niet, dat is eigenlijk, maakt eigenlijk geen ene rol uit. Maar hopelijk geeft het een klein beetje spanning. Dus de challenge gaat als volgt. Geen één keer gezien worden door de Gerudo Thieves. Dus dit kan heel erg lastig zijn in het begin. Maar als je er eenmaal in zit, is het eigenlijk best wel makkelijk. En trouwens nog heel eventjes een leuk grapje. Mocht je dit een keertje willen proberen. Als je hier op hookshot, komen er 20 groepjes uit. Ik weet niet waarom. Normaal gesproken, de eerste keer toen ik dit let's playde in het Engels was ik dat totaal vergeten. Maar blijkbaar wouden mensen dat dolgraag zien. Bij deze. Dus dat is nou gefixt. Nou, je hebt dus zeg maar heel erg veel pijlen nodig bij deze dinges. En je wil uitkijken, want daar staat dus ook zo'n Muppet. En het probleem is, als je hier naar boven toe gaat, dan kan er ook al gelijk een Muppet staan. Dus je moet heel voorzichtig hier eventjes kijken of er geen Muppet staat. Oh, er staat er één. En Navi kan de kop ook niet houden. Volgens mij kan je wel omheen lopen. Ik ga het gewoon proberen, jongens. Heel sneaky. Ik zie niks. Metal Gear style. Oh, er staat er één. Nou, je kunt ze dus stunnen met pijl en boog. Dat zal ik eventjes demonstreren. Heb ik gevraagd om een lensje troef? Nee. Weet je waar? We gaan gewoon dit huis in. Screw jullie!
Oké, nou. En nou vraag ik me... Oh, dit is al gelijk een van de eerste deuren. We moeten 4 carpenters moeten we bevrijden. En... Ja, als we dus binnenkomen, dan is het... Zo, ben jij gevangen genomen door Slenderman of zo? Als ik me niet verkeerd zie, kunnen er altijd pijlen in zitten, Rubies. Ja, pijlen. Nou, pijlen die zijn dus zeg maar een must-have. Ik had toch de bigger quo, hè? Heb ik toch al? Ik bedoel... Even kijken. Hold 40. Oh, dat waren er maar 10. Oh. Oké, nou, in ieder geval, we moeten ze dus bevrijden. Dus als we met ze praten... I have no idea where you come from, but you must have a lot of guts to make it past all the guards around here. All of my fellow carpenters are imprisoned somewhere in here. If you can get us out of here, we'll repay the favor somehow. But be careful, there's sure to be Gerudo guards somewhere around here. Watch out! Nou, en als je dus met ze praat, dan komen er dus zeg maar van die Gerudo thieves. Nou, die Gerudo thieves zijn heel erg makkelijk, maar je wil uitkijken voor die swirly aanval die ze daarna deden. Want op het moment dat je geraakt wordt, daardoor word je dus gevangen genomen. En is het voor ons geval gelijk challenge failed. Dus wat je wil doen is, je wil gewoon zoveel mogelijk slashen. En op het moment dat je ze dus zeg maar ziet chargen, wil je dus zeg maar eigenlijk ze, wil je blokken en zorgen dat je niet geraakt wordt. Andere aanvallen, die zullen je gewoon een halfhartje schade doen, daar wil je dus een beetje voor uitkijken. Spam je spin aanval zoveel mogelijk. Hou afstand en probeer een opening te zoeken tijdens een aanval. Dat probeerde ze net te doen terwijl ik een jump aanval deed. Dat was heel erg dom van Hagen en haha, dubbele schade van Haag. Je kunt wel de big rondsoort hierbij gebruiken, maar dan heb je dus zeg maar geen schild. En als je geen schild hebt, dan heb je dus het probleem dat je snel geraakt zal worden door die sfeer aanval. We hebben gewonnen, yay. Wow. Nou, op het moment dat je wint... krijg je dus een sleutel voor de deur om die carpenters open te maken. Dus loop je zo naar binnen toe, waarom weet ik niet, maar... Dan kom je dus zeg maar hierin. Did you come here to save me? Oh, that's just swell. I'm Ichiro the Carpenter. Nobody cares. We were really interested in joining their all-female group. But they looked us up like this just because we're men. Yeah. We don't care about the Gerudos anymore. They're so rude. No shit. 3 of my fellows have already been captured. So please, help them escape too. Dus onze main goal is eigenlijk om al die carpenters zeg maar te bevrijden zonder gezien te worden door de guards. Metal Gear Solid, stealth, tijd, geval. Nou, zoals ik al dus probeerde uit te leggen, pijlen zijn heel erg belangrijk. Op het moment dat je pijlen hebt, dat is je grootste vriend. Want op het moment dat je pijlen gebruikt tegen die mensen, zeg maar, die, of ja, tegen de Gerudos die rondlopen, steun je ze, liggen ze dus zeg maar plat en hoef je je dus geen zorgen over te maken. Nou wil je dus ook uitkijken, want op het moment dat je dus zeg maar binnenloopt, zie je dat hier dus ook zeg maar guards kunnen rondlopen. Nou, deze guard hier bijvoorbeeld, die kun je dus heel makkelijk neerpoppen met een pijl. En, oh, vergeet ik... Kijk, volgens mij mogen we hierin. Kijk, dan liggen ze plat. En die blijven ook plat liggen. Ik bedoel, in Majora's Mask blijven ze maar heel eventjes plat liggen. Maar hier is het dus zeg maar zo dat ze echt plat blijven liggen totdat je de kamer verlaat en weer de kamer terug inkomt. Je kilt ze niet, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken aangezien dat je die hele mooie sterretjes ziet. Ik wil gek van dat ik de Lance of Truth de hele tijd gebruik. Maar als je dus raakt met de pijl, zoals nu... Dan hoef je je dus geen zorgen over te maken. Ze staan ook niet op, wat dat is eigenlijk echt een heel groot voordeel is. Nou, we hebben dus zeg maar nog 3 carpenters die we moeten gaan bevrijden. Plus er is hier nog een piece of heart ergens te vinden. En vergeet niet, pieces of hearts die zijn heel erg belangrijk aangezien dat we er nog maar 3 nodig hebben. Nou, als je deze potten zeg maar kapot schiet, het is heel lastig om hier op te springen. Maar ja, er zitten hier dus pijlen in en natuurlijk kan ik ze nou niet pakken. Kom op. Nee, ik kan ze niet pakken. Oké, nou, whatever. Dan klimmen we gewoon hier naar boven toe. Nou, je hoeft ze niet allemaal neer te schieten. Je kunt ook zeg maar er doorheen sneaken met hoekshot en alles. Lekker belangrijk, denk ik. Maar dit is een beetje zeg maar hoe we dit gaan aanpakken. Nou zijn we hier dus al zeg maar op de bovenste. We zien daar toevallig een Golden Skulltula. Die zit daar. Maar nou komt het grappige. Als ik me niet vergis, en dat doe ik helaas jammer genoeg best wel vaak... Eventjes die even meenemen. Ik heb het jullie gezegd, als we ze zien, nemen we ze gewoon mee. Al hebben ze helemaal geen nut meer. Nou, denk ik bij mijn eigen, als wij hier naar beneden gaan, want volgens mij is dit dat ene plateau. Zit hier achter een deur? Dit is namelijk degene die heel erg makkelijk over het hoofd te zien is, omdat er is maar één ingang voor. En dat is dus zeg maar als je hier naartoe springt. Nou hoop ik dat ik hier de goede heb, want heb ik niet de goede, dan hebben we dus een heel groot probleem. Want deze die heeft maar 1 deuropening, staat gelijk een guard voor de deur. Dus dan moeten we heel eventjes wachten totdat die guard komt. Ja, dit is de goede. Gelukkig. Ik wou mijn eigenlijk niet voor schut zetten, dus. Nou, wat je wil doen is, je wil gelijk klaar staan met pijl en boog. Eventjes wachten. Dun, 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 dun. Ach.
En deze guard wil je dus gelijk uitschakelen. Nou, de reden waarom dat je dit wil doen is, zoals ik al zei, er is maar één in- en uitgang in deze hele, in dit hele gebeuren hier. Nou, zit er ook nog eentje daar, geloof ik? Of is dit de enigste? Ik weet het niet meer. Oh, challenge. Nee, het is de enigste. Dit is de carpenter die het moeilijkste te vinden is. Hey, you young man. Ja. Deze zeggen nou constant hetzelfde, behalve hun einddialoog, die zal anders zijn. Elke keer als je met ze praat, komt er zeg maar de guard en die probeert je dan zeg maar uit te schakelen en ook gevangen te nemen. En jij moet hun vangen. Maar dit is de guard die dus, dit is de carpenter die het meeste eigenlijk wordt overgeslagen of de moeilijkste te vinden is. Hier hebben mensen heel lang vastgezeten om deze te vinden. Aangezien dat deze ingang zo moeilijk te vinden is, want het is maar één ingang en het kan nog wel eens een doolhof zijn. Dus vandaar, hou er rekening mee. Oké, nou, watch out, ja. Hallo. Het is eigenlijk de eerste keer dat je dus zeg maar vecht tegen een human form. Buiten Ganondorf dan. Ik bedoel, ja. Ah. Wat een leuke swirly aanval. Moet ik jou swirly? Oh, dat was dom. Challenge failed. Stupid kid, get in there and keep quiet. Ach, houd toch je mut. Ik zie jullie als ik terug ben bij die ene battle. Oh, trouwens, nog eventjes heel erg snel. Hoe kom je hieruit? Heel erg simpel. Gewoon je hoekschot gebruiken. Er zit hier ergens een opening. Voor zuurstof, denk ik, weet ik veel. En dan kun je er zeg maar zo uit teleporteren. En dan vraag ik mij af, kan ik die sprong maken? Ja! Alleen helaas is dit niet de deur die we nodig hebben. Ik zie, weet je wat, ik neem jullie gewoon verder mee. We gaan terug naar die deur toe, don't worry. Want volgens mij is dit ook zo'n deur. Waar dus zeg maar, oh nee, dit is die ene kamer weer. Never mind. Nee, dit is niet die ene kamer. Oké, ja, jij bent uitgeschakeld. Er zit er nog een tweede, dus kijk uit. Als ze je zien, word je dus ook zeg maar zo gevangen genomen. Ik kan echt niet geloven dat ik daar faalde, jongens. Echt. Ik denk leuke challenge, hartstikke leuk. En wat voor. Ik werd nog niet eens gezien door de guards. Ik word gewoon aangevallen door zo'n swirly aanval. Want blijkbaar vonden ze het leuk om het te swirlyen. Oké, nou hier hebben we dus ook zeg maar de hoekshot voor nodig. La 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 la. Yay, hoekshot. Nou ja, het is in ieder geval om op hoger terrein te komen. Wat heel erg belangrijk is. Dus waarom ook niet? Dus ja. Oh, ik baal al zo sterk. Waarom moest ik nou door die swirly aangevallen worden? Oh, het ging zo lekker. Dat zullen we altijd zien. Oh, by the way, fun fact. Als je hier zeg maar zou komen als jong Link, zonder glitches of zonder cheats en alles, zou hier een piece of heart staan. Het grappige hiervan is zeg maar dat de piece of heart die hier staat niet eigenlijk obtainable hoort te zijn door Jan Link. Op het moment dat je de piece of heart dus pakt, krijg je dus zeg maar een extra piece of heart waar je niks mee kan. Aangezien dat hier eigenlijk hier niet hoort te zijn. De enige manier om hier te komen als Jan Link is door het gevolg van glitches. Best wel lastige glitches, maar dat maakt niet uit. Goed. Nou, je kunt die locatie dus zeg maar gebruiken om naar dit kistje toe te longshotten. Je kunt ook zeg maar Pierre de Scarecrow oproepen, maar je kunt ook vanuit daar zeg maar. Maar op het moment dat je dit kistje opent. Ik spring weer van de hak op de tak, dat gaat alleen maar goed. Vinden wij hier de oorspronkelijke piece of heart die dus wel de bedoeling is om te vinden. Dus deze piece of heart is legit. Nou, het grappige is, Navi begint gelijk weer te zeuren. En daar heb ik hier zin in om naar te luisteren. Als ik me niet vergis, en jammer genoeg doe ik daar helaas vaker als me lief is. Ik heb het jullie al vaak genoeg gezegd, hè. Ja, we zijn gelijk goed gesprongen weer naar die ene deur toe. Dus laten we maar hopen tot we de swirly swirl. Ik noemde gewoon, oh, wacht eventjes. Hier maak ik heel vaak de fout. Als ik hier dus faal, dat ik gelijk door wil lopen, terwijl dat ik weet dat hier eigenlijk een guard komt. Alleen dan wil je te snel rushen, en dan maak je die fout en dat is niet slim. Oké, uitgeschakeld. Dus gaan we weer even terug naar Swirly. Swirly de Gerudo. Ik noemde gewoon Swirly. Niet Shirley, maar Swirly. Hi. Je hoeft nog niet eens eigenlijk weer te praten met die carpenter. Die gast die komt echt zeg maar van... Oh, kijk, je bent er weer. Oké, nou, Swirly. Auw. Hey, Swirly, dat is een beetje gemeen, hè. Ik lag nog op de knietjes. Waarom noem ik haar Swirly? Omdat deze mut, met soep en raar, die houdt nogal van die aanval te gebruiken. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Nou, je kunt natuurlijk measures gebruiken als Dinsfire en al die dingen. Niet nodig. Oké, jij doet je Swirly Swirl. Dan doe ik eventjes een jump aanval. Die is natuurlijk raak, omdat ik awesome ben en jij niet. Oh, jij doet weer je Swirly Swirl. Ah, Swirly is defeated en we hebben de cutscene terwijl dat Swirly nog probeert te ontsnappen op de achtergrond. Yay, Swirly. Oké, nou.
Yay! 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 Ach, hou toch je mut. You're a cute kid. Thank you for coming to save me. I am Jiro, the carpenter. Kojiro! Okay, sorry. These women are so scary. I'd rather work as a carpenter than join them. I can't wait to say goodbye to this place. Two of my buddies are still being held prisoner. Will you please get them out too? Ik heb helaas geen keus. Dat is het nadeel. Je hebt geen keus. Je moet het wel doen. Dus, Nou, we hebben er nog twee te gaan. Nou, Swirly is verslagen. Die andere die noemen we gewoon Noobie. Dus we hebben Swirly, Noobie. Oké, hoe gaan we de derde noemen? Ken ik nog eventjes over nadenken op het moment dat we naar de derde toe lopen. Dus, leuk. Oké, nou, deze ligt nog steeds knock-out. Hartstikke leuk. Dus we hebben Noobie, Swirly. Ik ben benieuwd. Hoe gaan we de andere noemen? Creativiteit op het moment dat we dus, zeg maar, dit spel aan het spelen zijn. Oké, als ik me niet vergis, als je hier naar beneden springt en je gaat door deze deur, komen we er gelijk weer in tegen, dacht ik. Ik hoop het. Thieves hideout. Zit er hier een? Ja, hier zit er ook weer een. Denk ik. We hebben die al bevrijd. Nee, hier zit er weer een. Hey, hallo. Hello, my friend. Die was voor jouw handdoek. Oké, nou, ja, dat was van H1Z1. En dan komen we altijd mensen tegen. En dan is het, hello, my friend. Omdat we toen een gast tegen waren gekomen. Die heette Kappa. En lang verhaal. Dus was eigenlijk best wel grappig. Oké, nou. Als jij nou eens eventjes wat sneller door. Want jullie zeggen allemaal hetzelfde. Ik sta hier op mijn knopjes te rammen van hier tot en met Jinder. Niet in het echt doen serieus. Wees zuinig met je controle. Want als je geen controle hebt, kun je je spelletje spelen. Dus ik zit niet echt hard op te rammen. Oké, nou, we hebben dus Noobie, Swirly en KP. Waarom KP? Omdat ze heeft een toefje voor de neus. Waarschijnlijk is ze dan bang dat we haar anders... Volgens mij is het gewoon vier keer dezelfde, maar we doen gewoon... Oh, nee. Nou, deze die houdt ook heel erg van de Swirly aanval. KP, heb je een beetje naar je zusje zitten kijken? Jij bent KP, de irritante nug. Nou ja, je bent al verslagen. Sleutel. La. Oké. Yeah. Oké, wat voor stem ga ik jou geven? Ik denk dat ik het al weet. Een beetje bekakte stem zo. Thanks, boy. You're fantastic. I'm Saburo, the carpenter. Have you seen our boss, boy? He's probably worried about me. I have to get back to him immediately. One more of my workers is actually still a prisoner. Please, save him. You must. Voor de mensen die Diablo hebben gespeeld, dat ligt heel erg veel op Deckard's Cane. Moet ik heel eerlijk toegeven. spontaniteit is geen akkefiet. Oké, dus we hebben Toofy. Of KP. Ik vind Toofy leuk. Nee. Oké, de laatste heet Toofy. Dus dan hebben we KP, Noobie, Swirly en Toofy. Dus op zoek naar Toofy. We gaan op zoek naar Toofy. Hoe verzie je die namen, joh? Oh. Vergeet niet, ik heb geen script of iets. Als ik let's play, het gaat gewoon puur. Ik heb mijn camera voor... Of, ik heb mijn camera voor mijn neus van mij. Je wil ook niet naar binnen. Ik heb geen camera. Oh. Ja, ik heb wel een camera, maar niet voor de let's plays. Ik zet mijn opnameapparaat aan. Ik gebruik de hapok, dus dat staat ook in mijn beschrijving allemaal beschreven. Dus, Nou, ik heb mijn microfoon heb ik voor mijn neus, dat bedoelde ik te zeggen. En ik heb een idee van waar dat ik naartoe wil gaan en wat ik wil doen in de afleveringen. En dat gaat allemaal in mijn hoofd. Dat is nergens geschreven of zo. Dat gaat allemaal gewoon op gevoel. En daar werk ik mee. Dat is eigenlijk dat is het enigste waar ik eigenlijk mee werk. Dus ja. Al audiocommentaar is gewoon van... Ja, ik vertel wat we op dit moment aan het doen zijn. Nou, je kunt het eigenlijk ook praktisch zien wat ik er aan het doen zijn. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te minimaliseren. En om... Eigenlijk uit te leggen van, ja, waarom is dit handig? Waarom wil je dit doen? Waarom wil je dat doen? Dus, ja. Maar goed, we zijn bij de laatste aangekomen. Dus, ja, hey you. Pikachu! Oh. Ja, je hebt geen idee waar ik vandaan kom. Where did you come from? Where did you go? I don't know yet. I don't know. Please save me. I'm stuck in this cell. Please don't get... Press the buttons as you can. Because I'm talking yes. La. Oké, ik zal ophouden. Oh, ja. De Gerudo. Kan ik even nadenken over welke stem dat ik jou kan geven? Dus hier hebben we Toofy. Toofy! De vier zusters. Toofy! En dan had je dus zeg maar... Swirly! Waarom doen jullie zoveel de Swirly aanvallen? Hoor? Ik kijk er vrolijk van. Dus we hebben Toofy, KP, Swirly en Noobie. Ja, nou kan ik een jump aanval doen. Haha, damage to you!
Wat doe je er tegen? Nou, het grappige is, dit kun je dus zeg maar in elke volgorde doen. Het maakt dus niet uit welke volgorde dat je ze doet. Als je ze zeg maar alle vier verslaat, dat is het allerbelangrijkste. Wil je wel binnen blijven, niet wegrennen, Toofy? Toofy. Toofy, Toofy, too. I kill you because you're so annoying. Schild. Haha. Doe nog eens een keer Swirly Swirl. Ahaha. Swirly Swirl. Jump attack. Yay! Swirly, swirly, swirl. I defeated you. I got a key from you. Ik heb zin in deze aflevering. Waarom? Oké, stemmetje voor jou. Damn. I was afraid you were going to forget about me. Now I'm free. Thanks. I'm Shiro the Carpenter. For rescuing me, I'll tell you something interesting about the desert that I overheard the Gerudos talk about. They said, in order to cross the haunted wasteland, you need the Eye of Truth. The Colossus is on the far side of the wasteland. Okay, now I'm going back to my tent near Gerudo Valley, so drop by sometime. You may find something helpful there. Bye! Doei! Niet weggaan, dit is niet het einde van de video hoor. Dus, jullie dachten eigenlijk bijna tot het einde van de video was. I've seen your fine work. To get past the guard here, you must have been have good thieving skills. I used to think that all men beside the great Ganondorf were useless. But now that I've seen you, I don't think so anymore. The exalted Naburu, our leader, put me in charge of this fortress. Naburu is the second in command to the great Ganondorf's King of the Gerudo Thieves. Her headquarters are in the Spirit Temple, which is at the end of the desert. Waarom vertel je me dit allemaal? Je weet nog niet eens of je me kan vertrouwen. Je weet dat ik heel goed ben met sneaken, maar voor de rest... Oké, nee. Say, you must want to become one of us, eh? Alright then, you're in from now on. Ik heb nog niet eens ja gezegd! Take this. It's dangerous to go alone. With it, you will have free access to all areas of the fortress. Da-da-da-da. You obtain a Gerudo's membership card. You can get this in the training code in their hideout. Yay! Oké, dus door dit te doen kunnen we nou vrij rondlopen. Hoeven we ons niet meer druk te maken over de Gerudo Thieves. Kun je dus nou ook rustig in alle momenten. Heb je de Peace of Heart nog niet? Kun je dat nou in alle momenten gewoon doen. In alle rust en vrede. En nou kunnen we dus hier zeg maar heel rustig rondlopen. Nou, er zijn hier twee dingen die we kunnen doen. Eén is bijvoorbeeld hierin. Dat is een traininggebied waar we dus heel erg voet vechten. En we hebben dus zeg maar nog een minigame die we kunnen doen zeg maar op de achterkant. Wat dus zeg maar daar die twee ronden zeg maar in de verte zijn. Maar daar hebben we Epona voor nodig. Maar ja, beste kijkers, dat wil ik jullie natuurlijk allemaal laten zien in de volgende aflevering. Die gaat plaatsvinden op een morgen. Op een morgen, oh mij nou. Minder warm, haha, weerbericht. Morgen gaan we daar dus zeg maar mee beginnen. Ik weet niet of we morgen deze ook al gaan doen. Misschien ligt eraan hoe snel dat we dus zeg maar hiermee bezig zijn. Dus ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen of leukste momenten over deze aflevering? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk als je daar ook de tijd voor hebt. Voor de rest, bedankt voor het kijken jongens. Bedankt voor de support. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Doei!